Nou, er zit ook een periode voor 1 april dat altijd de club formeel contracten moet opzeggen. Dat is hier nu ook gebeurd, bijvoorbeeld bij jouw assistent Patrick Pothuis. Hoe valt dat bij jou? Nou ja, ten eerste is het duidelijk dat, dat de club en niet alleen NEC, maar alle clubs de contracten die aflopen formeel moeten opzeggen. Hè, als ze daar op dat moment nog geen beslissingen opgenomen hebben. Nou, dat heeft NEC gedaan. Dat betekent volgens mij ook, wat in het bericht stond, niet dat betreffende personen volgend seizoen niet meer werkzaam zouden kunnen zijn bij de club. En ja, goed, als je dat mij persoonlijk vraagt, is mijn mening dat ik met deze staf prima samenwerk. En dat ik graag zou zien dat, dat alles door zou gaan. Hè. We hebben een moeilijke tijd gehad en deze staf heeft, waaronder Patrick en Moesloe, mij ook in moeilijke tijden doorheen gesleept. En, ik vind altijd kwaliteit, die zit er. Maar ik vind ook altijd belangrijk dat een staf loyaal is naar een hoofdtrainer. We zijn kritisch naar elkaar onderling in de trainingskamer. En, maar ik heb wel het gevoel dat we elkaar kunnen vertrouwen. En dat is voor mij ook een heel belangrijke basis om te werken. Nou, dat is er allemaal. Dus ja, persoonlijk zeg ik ja.